Ja. De sportman van het jaar 2016 is Max Verstappen. Oh. Die verwacht dat hem hier te staan, maar het is ongelooflijk. Ik ben natuurlijk gekleurd vanwege mijn hele leven al in de autosport bezig. Dus ik kan de prestatie van Max misschien wat makkelijker inschatten dan de gemiddelde aanwezigen hier. Maar ik denk juist in een avond en een gala en een competitie waar toch enorme Olympische achtergrond. Volstrekt logisch. Je moet er vier jaar lang keihard voor trainen. Max heeft 20 races in een jaar waar hij natuurlijk keihard aan werkt. Maar met name dus die 4 jaar voorbereiding en training, waar jullie in 1 keer in die korte periode die explosie moeten maken van die prestatie. Dat is natuurlijk geweldig. En ik denk dat met name Max heel erg toch ontroerd zal zijn en gewaardeerd zal hebben. Dat met name die Olympische achtergrond, dat jullie hem als sportman van het jaar hebben verkozen. Ik denk dat hij daar heel erg blij mee mag zijn. En ik ben heel trots dat ik deze voor hem hier in ontvangst mag nemen. Dank jullie wel. Ja. Dankjewel Jan Lammers. Dankjewel Frank de Boer. Sportman van het jaar, Max Verstappen. Pardon.